Een nieuwe video. En vandaag heb ik een soort andere video voor jullie. Misschien voor de sommigen die mij echt goed kennen en al mij al langer kijken, die weten dat ik ook iets anders doe als alleen maar gamen. En dat is, rond deze tijd is het natuurlijk bijna oud en nieuw. En wat gaan ze doen? We gaan natuurlijk gewoon vuurwerk kopen. Dus ik ga jullie vandaag mijn illegale vuurwerkcollectie 2016-2017 laten zien. Ik heb wat dingetjes gehaald bij Zena, Loads, Pyrostar. En dat was het al een beetje. Ik kan nog wat polsvuurwerk, maar dat terzijde. Ik ga het in ieder geval nu laten zien. We beginnen gewoon klaar. Ik heb hier smokeballs. Die waren bij Loads, of ik bedoel bij Zena. Dat was €1,75 voor per pakje. Daar heb ik gewoon 3 pakjes van genomen. Daarna heb ik de nieuwe nitraatjes van Zena. Dat zijn de Colossvlammen. Ik weet niet of ik weet hoe dat ze heten. Maar dat zijn deze in ieder geval. Daar had ik 10 pakjes mee. Daar had ik 10 pakjes van gekocht. Alleen die heb ik verdeeld met de maat van mij. Ik heb voor de rest ook nog de Black Boy. Dingen even achter, moet even passen. Wat zijn deze? Ik ga niet alles helemaal uitgepleit zeggen. Ik ga ook niet zeggen hoeveel gram erin zit. Want dat weet denk iedereen allemaal wel. Dat vind ik een beetje onnuttig. Maar dat zijn de Black Boys. Daar heb ik in totaal 5 pakjes van. Het zijn gewoon Bermudatjes. Ik kan wel eentje laten zien. Ik zeg, had ik verwacht dat ze ook gewoon zwart waren. Want dat was vorig jaar wel. En deze. Ze zijn best wel klein vergeleken vorig jaar. Want het ligt aan mij ook dat van die andere Bermudas. Maar ze zijn best wel fijn. Ze knallen best wel goed. Ik heb gisteren al een paar getest. Vooral een grote flits zit erbij. Van mooi op zich. Dat waren dus die. Ik heb natuurlijk ook niet te vergeten de El Locos. Daar ben ik alleen. Daar, voor de El Locos ben ik eigenlijk alleen naar Pyrostar geweest. En dat is dan waar ze naar Loos. De El Locos zijn de grote strijkers. Dat is een van de beste. Ik heb ze ook genomen omdat ze bij Zena hadden de Shoehead Strikers. Ik wist niet, ik dacht die hebben ze gewoon daar, maar die hadden ze niet meer. Ik vond Zena wel ook een heel klein assortiment hebben. Op de site zie je ook wel acties. Ik was dit weekend gegaan van, ik weet niet welke datum, het is 17 of zo, of 16 december. En toen hadden ze wel een blast actie van 5 pakjes voor €20. Dat is normaal €80, maar die waren ook uitgekocht. Dus dan kwam je al bij de tunde krekken. Dat zijn ook gewoon goede klappen. Alleen, ik heb hier... Kijk, de El Loco heb ik 100 stuks van. Daarna gaan we over naar de Thundercracker. Een nieuwe verpakking dit jaar. Hetzelfde geldt voor de Bles, alleen de Bles was dus uitgekocht zoals ik al zei. Dat is een Thundercracker. 1,6 gram knallen. Ik vind echt een hele goede knallen. Je hebt ze ook bij knalgoed, maar dan anders. Alleen dan zijn ze echt heel slecht afgewerkt. En dan knallen ze op zich wel goed, alleen ja, het ziet er gewoon niet uit. Hier. Dus dit is een Thundercracker. Ja, hele goede knal. Kijk, daar heb ik 3 pakjes van. Dan gaan we over naar een pakje Pirate. Ik weet niet waarom ik die had gekocht bij Loads. Als ik die rode dag, ja, altijd eentje meenemen toch. Daarna heb ik de Widowmaker, maar die zijn 1 pakje Widowmaker. Dat zijn dus deze, maar we kunnen even een kleine vergelijking doen. Want ik heb deze ook gehaald dit jaar, alleen die had ik nog van vorig jaar. Even kijken, in deze zitten. Staat het erop? Oh ja, 1,12 gram. En in deze van Loos, want die Widowmaker stond van Loos. Oh, ook 1,2 gram. Ga ik hem even openmaken. Ja, het ziet er exact van hetzelfde uit. Ja, gewoon precies hetzelfde. Het zijn ook gewoon dezelfde, dus ja. Even kijken, dus Widowmaker, daar heb ik in totaal 3 pakjes van. Oh, kijk, ja, pakjes. Dan heb ik nog iemand anders deze van mij meegenomen. Deze, kijk, deze zijn van Pyrostar. Dit zijn Spanish Thunder. Ik had er nooit van gehoord, alleen iemand zei ja, het was best wel goedkoop. Het was een actie, 3 van zulke pakjes, of 5 van zulke pakjes voor... Of 4 pakjes voor €12, ik weet het niet meer. Maar dit zijn eigenlijk gewoon hele kleine vlindertjes. Ze zijn echt heel klein. Ik weet niet of jullie die kleine mini-strijkers kennen. Ongeveer 2 keer zo groot. Qua dikte zijn ze. Ik heb 2 pakjes van. Ze knallen best wel lekker. Ze knallen ongeveer gelijk met deze. Kun je ze wel vergelijken. Maar ik had er nog nooit zelf van gehoord. Dus ik wist niet. Ik kan kijken hoeveel gram er eigenlijk in zit. Dat is wel heel weinig. 0,2 gram. Oké, 2 pakjes heb ik hiervan. Dan gaan we over naar een nitraatmat.
48 schoten. Heb ik eentje van genomen. Geloof ik 2,50 of zo was die. Heb ik hier een van mijn favoriet. Dat is de... Oh ja, ik moet ze even zo laten zien. De Flashing Cobra. Oké, ja, het zijn echt gewoon hele dikke knallers. Een open pakje. Gisteren nog eentje getest. Kijken. Ja, dit pakje is open. Oké. Okay. Ja, dat iedereen ze wel kent. Het zijn gewoon hele dikke knallers van 1 gram per stuk. Het zijn deze, met een mooi titanium boeket. Dus daarom zit er wel zelf een van mijn favorieten. Ik ben zelf de Ugly Joe vergeten mee te nemen. Dacht ik in één keer later aan. Ik heb ze ook helemaal niet zien staan in de winkel of iets. Dus ik weet niet of ze er überhaupt wel waren dit jaar. Van de Flashing Cobra's overigens heb ik 4 pakjes meegenomen. Dus dat is gewoon zo. Dat is een actie, 4 pakjes voor 12,50 bij Loads. Gooi ze er zo bij. En dan heb ik hier één pakje nieuw van Loads, de Little Dynamite. Dynamite, weet ik hoe dat het zegt. Ik dacht ze zien op de website zien ze er heel groot uit. Maar als je ze dan, ja sorry ik heb heel slecht licht, maar als je ze dan werkelijk kijkt, zijn ze best wel echt heel klein. Ze zijn ook bijna net zoals die Spanish Thunder. Ze knallen wel goed, dat wel. Maar ze zijn wel echt heel klein. Even kijken. Heb ik hier gewoon handig om mee door te lopen. Gewoon 5 meter fiscal lont. Dat was 5 euro bij Loods. Heb ik hier nog wat uit Polen. Dat ik jammer. Ja, die had ik gewoon niet. De FP3. Dus... Wacht, dat is... Ik moet uithalen, iedereen kent het wel. FP3, joh. En dan heb ik nog 1 pakje van en nog een half pakje. Heb ik nog een pianomat van Loods. Dan nog eens op de site, ik heb mezelf nooit echt gehad. Alleen als maar 4 euro, dus ja, dat maakt niet uit. Oké, okay, dat was het wel een beetje. Heb ik nog 1 ding meegenomen van Zena. Ik moet even pakken. Dat is een 1 job pakket. Dat is dit pakket. Ik kan het maar beter even zo laten zien. Een 1 job pakket, dat is gewoon, ja, een CV-werk pakket. Dit zijn zeg maar 3 fonteinen, voor de rest zijn het wel allemaal potten, dat wist ik eerst ook niet. Maar dat was bij Zena een actie 5% korting. Dus hij was in plaats van 52 euro, 25 euro. Maar dit was dan wel een beetje mijn illegale vuurwerkcollectie 2016-2017. Laat even in de reacties achter wat jullie hebben dit jaar. Of als jullie überhaupt wel vuurwerk hebben, wat jullie dan precies hebben. Vind ik dat wel leuk om te zien. En ja, dan wens ik iedereen een prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. Natuurlijk een knallend nieuwjaar, want iedereen gaat natuurlijk gewoon vuurwerk afsteken. Dus later mensen, like, abonneer. Later.